Tiene Antwerpen. En Antwerpen kon vanmiddag een goede zaak doen. Want winst bij Tiene betekende opklimmen naar plaats 2. Antwerpen dit seizoen nog altijd ongeslagen, enerzijds. Anderzijds maar 1 overwinning in de laatste 4 matchen. Tiene Antwerpen. In een aangename eerste helft opent Tiene de kansreeks via Van Herbergen. Wotti duwt in hoekschop. Druk op de man in balbezit levert Antwerpen daarna enkele mogelijkheden op. Die Gregorio stormt op doel af. Govoni redt. Na een half uur zet de Vriese Martin op weg naar de 0-1. Opnieuw Govoni in de weg. Tiene is gevaarlijk bij een hoekschop. De kopbal van de Smet wordt op de lijn gekeerd. Vlak voor rust valt de thuisploeg nog eens aan. Lacroix zet voor. Vogels schuift de bal in eigen doel. 1-0, een stevige domper voor Antwerpen. En Vogels die aardig in de partij zat. Antwerpen heeft nog 45 minuten om het eerste verlies te vermijden. Tiene-verdediger Davy Peters helpt een handje. Strafschop voor Antwerpen. Di Gregorio. 1-1. De Great Old gaat volop voor winst. Want met Put Pivaljevic en Zevenay brengt Colin Andrews aanvallende spelers. Put mist de kans op 1-2. Pivaljevic treft even later de paal, maar Zevenay is bij de les en jaagt de 1-2 in doel. Antwerp heeft 3 punten in het vizier. De doodsteek komt van Emeric de Vriese in de slotfase. Recht op doel af, netjes afgewerkt. 1-3, een duidelijke en verdiende zege voor Antwerp. Als we achterkomen, denk ik dat we vaak winnen. Dat is de 4e of 5e keer dit seizoen dat we vanuit achterstand nog de 3 punten gaan halen. Nooit gedaan met deze ploeg. En dat ik vind, en nog eens bewijs is dat fysiek dat we in orde de last 20 minutes. We al blijven gaan. En natuurlijk de goals give you that that dower. Maar ook onze supporters zijn fantastisch aanwezig vandaag. Ja, het is niet de 4e of 5e keer, het is al de 6e keer dat Antwerp dit seizoen een achterstand ophaalt. En dit is de stand in tweede klasse. Antwerp doet helemaal mee aan de kop daar en dus ook voor de eerste periodetitel. Het is gedeeld tweede met 2 punten minder dan leider Dender. Dender en Antwerp zijn ook de enige ploegen die nog niet verloren dit seizoen.